Wembley is het stadion waar het Engelse nationale elftal zijn thuiswedstrijden speelt. Pelé. Open maar. Daar gaat die solutie. Wij laten als professionele voetbalclub Sparta laten wij ook zien dat het niet alleen maar om gamen gaat, maar dat het ook om goede voeding gaat. Het gaat er ook om dat je er fit uitziet, dat het belangrijk is om voor jezelf te zorgen, waardoor je ook op e-sports gebied beter presteert. En ik vind ook daarom, het is misschien niet helemaal een sport te noemen, maar wat er allemaal bij komt kijken, je komt wel in de buurt. Ik train 20 uur per week ongeveer en dat zorgt ervoor dat ik op het hoogste niveau blijf spelen en dat ik echt op topniveau blijf. En dat is ongeveer gemiddeld. De bal vertrekt van de schoen. Doelpunt, daar is die voorsprong. Kijk eens wat een blijdschap. Het scheelt dat je wel echt vaak dat je een potje speelt dat je wint en dat je er heel veel mee bereikt wat dat betreft. Maar je moet er ook heel veel mee variëren dat je ook heel veel andere dingen doet. Dat je ook nog steeds wel gewoon sociaal bent, dat je nog steeds wel gewoon sport, beweegt. Dat je ook met hele andere dingen dan alleen maar gamen mee bezig bent, ook binnen Sparta. En dat maakt het leuk. Ja, het is jammer dat... Ja, keeper, hij wist gewoon dat hij die bal zou hebben. Breuer toch wel iets trager is dan Messi in het spel.